Hey. Een hele goede morgen, zondu, zorgen. Ik ben de dag vandaag gestart met een cruise op de dijk. Het was echt wel super chill, te samen met mijn buurman en zijn hondje. Dus dat was echt heel nice. Die guy op zijn skillers met die hond die hem voortrekt. Ik ga de volgende keer mijn skateboard nemen en dan proberen skitchen met het skateboard en de hond. Dat zou echt wel fucking hard zijn. Voor de mensen die niet weten wat dat skitchen is, dat is hier laten voortrekken met je skateboard. Holy shit, het zonnetje is hier aan het knallen, volle bak. Jullie vragen zich waarschijnlijk ook af, waarom ben je niet opgestaan in Montjuïc? Gisteren passeerden er echt wel veel sketchy mensen en ook sketchy situaties rond de bus. Er was bijvoorbeeld een auto die was 4 keer gepasseerd en die was 4 keer gestopt vlakbij de generator. Dus ja, ik was echt wel bang dat ze mijn generator gingen stelen en ik was eigenlijk nog banger dat ze me gingen beroven ofzo. Daar had ik echt wel geen zin in. Dus momenteel staan we terug op de beste spot ter wereld aan het strand. Ik denk dat ik ook geen betere spot ga vinden. En ik ga hier gewoon lekker blijven, lekker chillen en lekker genieten van het leven. Straks gaan we iets lekker maken voor te eten. Daarna gaan we richting Decathlon. En ik ga hier aan het strand blijven vandaag. We gaan lekker chillen, sowieso. Check me hier zitten. Ik heb hier zo'n vet uitzicht. Ik kan hier volle bak chillen. Heerlijk. Joep. Ik ben ondertussen beland hier op een super grote parking. Daar hebben we trouwens Decathlon en ik heb daar net al deze flesjes gaan halen. Dit is 6 euro per stuk. Echt wel nog redelijk duur. In België is het gas denk ik goedkoop. Ik snap er ook niet veel van. Maar misschien moet ik een ander soort vuurtje gaan kopen. Want deze flesjes zijn 6. En andere flesjes die waren 2 euro. En dat geraakt alleen maar in een ander vuurtje. Dus als er mensen zijn die zo van die langwerpige flesjes hebben en zo'n enkel gasvuurtje, laat het mij weten in de comments als dat goed werkt en hoeveel keer dat je er ongeveer mee kan koken. Ik denk met zo'n ding kan je echt wel bijna 10 keer koken. Dus dat is op zich wel redelijk chill. Ik denk dat je er 5 goede maaltijden mee kan koken. In ieder geval, ik ga nu richting de Carrefour. Ik dacht dat dat hier een super chill winkelcentrum ging zijn, maar we zijn hier net in Amerika. Het is hier huge. De eerstvolgende shops zijn mega ver. Daar hebben we een soort van bouwmarkt. Daar hebben we een speelgoedwinkel. Dit is Decathlon. Ik ben aan het denken, misschien moet ik toch eventjes een toertje doen met mijn skateboard. Ik ga snel een toertje doen en kijken als er hier een paar interessante winkels zijn. Let's go. Holy shit, ik ben hier echt aan het balen. Ik ben mijn fucking portefeuille kwijt. Ik ben ondertussen toegekomen hier aan de grote Carrefour. We zijn ver verwijderd van de Decathlon en holy moly. Holy shit. Gemeente, nee. Ik heb mijn portefeuille laten vallen ofzo. Oké, mijn skateboard. Het moet eigenlijk bij mijn skateboard liggen. Waar de fuck heb ik mijn skateboard gelegd? Oh, dit is kutzooi, mensen. Het is echt kutzooi. Oh shit, ik heb zelf mijn skateboard niet meer. Huh? What? Oké, mijn skateboard. Holy shit. Holy shit, ik ben zo blij
dat ik terug naar hier ben gegaan. Holy moly. Ik was dus gewoon mijn portefeuille vergeten toen ik daar iets gekocht had. Oh shit, het was eventjes paniek, mensen. Het was eventjes paniek. Ik dacht dat ik beroofd was. Hier in Barcelona kan je altijd zo onverwachts beroofd worden. En ik had redelijk veel in mijn handen. Dus het was echt wel mogelijk dat ik beroofd was. Wow, yo. Het leidt hier trouwens ook vol met van die stukken glas. Dus dat betekent dat er hier volle bak ruiten worden ingegooid. En net is er hier iemand zijn ruit ingegooid. Gekeken naar deze mensen. Oké, deze mensen zijn gewoon gecrashed, maar er gebeurt hier van alles. Holy fuck. Damn. Oh yes. Ik ben echt hyped. Ik ben zo fucking hyped. Niet normaal. Woe, we hebben de portefeuille terug. Oh my god. Ik ben eventjes helemaal in de war. Ik was echt aan het stressen, want hier in Spanje, als je je portefeuille verliest, dat is niet chill. En meestal heb je hem nooit terug. Hoppakee. En ik heb hem terug. Super nice, sowieso. Oké, ik ga nu naar de Carrefour. Ik ben er al geweest. Maar we gaan er nu naartoe met geld. Joe! Ik ben terug op de spot en check dit, mensen. Holy moly. Wat een mooie kleuren weer al. Fucking hell. Ik heb ook ontdekt, nu momenteel in deze tijd van het jaar, gaat de zon daaronder en de zon komt daar ergens op. Dus wij hebben hier eigenlijk een strand waar je zonsopgang en zonsondergang kan zien. En dat is niet altijd het geval als je aan de strand woont. Holy shit. Dus dat is eigenlijk echt wel nice. Sowieso. Natuurlijk, als de zon ooit daar ergens gaat ondergaan, dan gaat hij onder de bergen onder. Is hij iets vroeger onder. Maar ik vind het alleszins mega chill. We hebben hier super lang licht. Het is ondertussen al na 5 uur. En dat komt omdat je daar nog de zon kan zien schijnen. Als je nu bijvoorbeeld daar ergens achter de berg of zo woont, dan is het nu al helemaal donker. Sowieso. Oké, wat heb ik allemaal gekocht? Ik heb echt van alle shit. Sowieso. En dit allemaal voor 17 euro. Check dit, mensen. Wat heb ik allemaal gekocht? Ik heb een paprika, die was 63 cent. Ik heb zo'n groene paprika voor 24 cent. Ik heb hier sardientjes, pasta, pastasaus, lekkere tonijn, nog meer tonijn. Dit is echt wel de deal. 1 euro voor 2 hamburgers en ze zijn nog redelijk dik ook. Check dit. Echt wel mega top. Hoppakee. En we hebben hier een brood. Nice. Eindelijk een keer een niet typisch Spaans brood. En hoppa. Fake Oreos voor 80 cent. Dat is de shit dat ik heb gekocht. Ik denk dat ik eerst een duik ga nemen in de zee. Sowieso, we gaan een duik nemen. De zee is nu super rustig. Ik hoor hem bijna niet. Dus dat wordt echt wel luxe. Dikke luxe. Joe. Het is 100% blauwe hemel, dus dat betekent dat het echt koud is. En ik moet wel zeggen, mensen, het zand heeft kouder, de lucht heeft kouder. Het begint winter te worden, ook in Spanje. Holy moly. Ik zie dat er daar iemand zit, dus ik praat niet te luid. Maar dit wordt een heerlijke duik. We gaan een keer kijken hoe rustig dat de zee is. Sowieso. Check deze shit, mensen. Oh my god. Dit is toch heerlijk. Dit is toch gewoon te mooi voor woorden. Ik kan nog altijd niet beseffen dat dit echt is. Het uitzicht met de bergen. De mooie kleuren. De heerlijke zee. Damn. Oké, ik ga erin duiken, want anders krijg ik zelf ook de koud. Let's go. Ik heb echt soms het gevoel dat ik niet meer goed weet wat dat warm en wat dat koud is. Ik sta onder die douche en voor mij is dat warm. Maar ik ga er wel vanuit dat dat voor de rest van de wereld, behalve Wim Hof, gewoon koud is. Dus ik denk dat dat mij gewoon een enorm sterk immuun geeft. Ik weet het ook niet, maar ik weet soms gewoon niet meer wat dat koud is of wat dat warm is.
Ik heb nu bijvoorbeeld veel warmer als ik uit dat water kom dan voordat ik erin ging. En dat is ook logisch, want mijn truc is, als ik het koud heb, dan ga ik gewoon naar nog een koudere plaats en keer ik terug. En dan zou die plaats normaal warmer moeten zijn. Als je blijft voor de verwarming zitten, heb je het omgekeerde effect. Dan ga je warmer en warmer, maar de feeling wordt alleen maar kutter. En als je dan je dekens en je verwarming weghaalt, heb je het nog kouder. Ik ga nu richting de bus en lekker eten maken. Joe! Het is vanavond in de bunnybus echt wel dikke luxe. Het is een 3-gangen menu. En we beginnen met een slaatje met tonijn. Daarna gaan we over naar rijst met een stukje vlees. Dit is trouwens echt wel de shit. 1 euro voor 2 dikke hamburgers. Ik ben nog altijd zo stoked dat ik dat had gevonden. Want dat is altijd het moeilijkste om te kopen als je in de bus woont. Dat is vlees. Je kan echt wel een goede deal maken. Je kan goedkoop vlees kopen. Maar nooit kan je 1 of 2 stukjes vlees kopen. Het is altijd meer. Dus ik ben echt heel blij dat ik deze shit heb ontdekt. En ze hebben nog andere burgers ook. Er waren zelfs groene burgers ofzo. Dus dat ga ik de volgende keer misschien een keer proberen. Ik ga dit opeten terwijl ik hier aan het koken ben. Super chill. Alles op het gemak. En zoals jullie weten, ik kan aan alles. Het is mega handig. Ik ben echt al stoked op deze setup. Van deze setup is er effectief nog niet zo lang. En het werkt perfect. Check trouwens deze mini tafel. Ideaal. Joe.